Meneer Freilich. Dank u wel, meneer de premier. Deze week bezoek van president Biden aan ons land. Die is eigenlijk vlekkeloos verlopen. Duizenden mensen hebben zich daarvoor ingezet, politiemannen, ook defensie. Dus dat verdient zeker een pluim. De Verenigde Staten die zijn onze belangrijkste bondgenoot buiten de Europese Unie. We hebben daar een historische band mee. We werken samen op vlak van economie, wetenschap, cultuur en ook zoveel meer. Maar ook op vlak van veiligheid rekenen we heel sterk op de Verenigde Staten. Ze staan er voor ons, te land, ter zee, in de lucht en ook steeds vaker in cyberspace. U hebt president Biden ontmoet en dat heeft een aantal mooie foto's gegeven. Waarschijnlijk mooi ook voor het nageslacht, voor de kinderen. Dus de vorm, dat zit goed. Maar wat met de inhoud? Daarover heb ik niets gelezen. Op de website van de overheid waar men communiceert stond er deze week belangrijke persberichten over bijvoorbeeld Enabel zoekt een Marokkaanse start-up pact. Of we gaan een Oceans Plastic Charter ondertekenen. Heel mooie zaken. Maar dit bezoek van de leider van de vrije wereld bij ons hier, daarover hebben we nog niets vernomen. En ik ben benieuwd waarom. Mogen we de inhoud niet kennen? En indien wel, daarom mijn vraag aan u. Wat werd er besproken? Hoe gaan we mee samenwerken? Hoe gaan we onze transatlantische relatie verder gaan opbouwen de komende jaren? We zijn benieuwd naar wat er allemaal besproken is. Dank u wel. Dank u wel, meneer Freilich. Economische relaties die ook meer en meer geostrategisch beginnen te worden. We hebben vaak gesproken over de productie van vaccins. Ons land is een echte wereldmacht in de productie van vaccins. Maar als wij die rol willen kunnen spelen, we moeten ervoor zorgen dat handel zo gemakkelijk mogelijk kan plaatsvinden. En het is zo dat het inroepen van de Defense Act door de Verenigde Staten een paar maanden geleden het niet gemakkelijk gemaakt heeft. We hebben daar oplossingen voor gevonden, maar het heeft het toch moeilijk gemaakt in ons land om het volle potentieel van productie te kunnen benutten. We zien nu ook dat de Verenigde Staten de Chips Act hebben gestemd. Ook dat belangrijk. Wij zien dat de productie van semiconductors, zoals men dat noemt, meer en meer strategisch begint te worden. Er zijn verschillende bedrijven in ons land die vandaag plat liggen, omdat er onvoldoende toegang is tot die kennis. Ons land heeft op dat gebied een absoluut cruciale rol. Via IMEC, ook via de relatie met ASML in Nederland. We hebben daarnaast natuurlijk ook gesproken over de politieke doelstellingen die wij hebben. En over het feit dat een van de meest verontrustende evoluties die er is binnen de NATO, is dat er ook een zekere erosie van de democratie is. Dat die NATO, net zoals de Europese Unie, waar we het daar juist over hadden, die NATO naast een beschermingsmechanisme, ook op het gebied van cyber, absoluut, ook een alliantie van waarden is. En dat het respecteren van bepaalde waarden, dat een eengemaakte doelstelling moet zijn tussen de Verenigde Staten en ons land. En net zoals u, meneer Freilich, zou ook iedereen willen bedanken die van die toppen een succes gemaakt heeft. Dat is vlekkeloos verlopen, dat toont welke expertise er is in ons land. En heel velen hebben mij, en ik wil deze gelegenheid nemen, iedereen in ons land bedankt voor de vlekkeloze manier waarop we erin geslaagd zijn om dat te organiseren. Dank u wel. Meneer de premier, dank u wel. U hebt wel geantwoord op mijn vragen. Mijn fractieleider zegt dat het niet altijd zo is, maar op mijn vragen hebt u wel geantwoord. Waarvoor dank. Ik kom nog even terug op het aspect cyber waar ik het vroeger over had. Na zijn bezoek in Genève heeft de Amerikaanse president ook duidelijk gemaakt aan Rusland dat als die nog verder zetten met hun cyberaanvallen tegen Amerikaanse bedrijven, dat de VS dat niet zomaar zal laten gebeuren. Ik vind dat we ook op dat vlak, hier in Europa, hier in België, nu een vuist moeten maken naar die landen, China, Noord-Korea, Rusland, die onze bedrijven dagelijks aanvallen. We kunnen ook leren uit de Verenigde Staten, ermee samenwerken. De VS hebben bijvoorbeeld een dedicated minister of cybersecurity. Dat zouden we hier ook moeten hebben. Ik heb dat al vorige keer gezegd, ik zou het herhalen. Maar laten we samen kijken, wat kunnen we met de Verenigde Staten doen tegen de dagelijkse aanvallen op onze bedrijven via cyberaanvallen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Freilich, voor de